Hallo kijkers van Dremmers 90 en welkom weer terug bij een nieuwe aflevering van Assassin's Creed 2. Vandaag gaan we naar Giovanni om te vertellen dat wij de brieven hebben bezorgd die hij wou dat wij bezorgden. En dat we de brief hebben die we voor hem moesten ophalen. Maar dat gaan we dus even doen. En dan moeten we even omlopen, want de ingang is daar. God, wie loopt er dan ook met een kist tegen mij aan? Oké, nou. Let's do this. Vader? Federico? Serezio! I'm sorry, I'm so sorry! What happened? Where is everyone? They took your father and brother to the Palazzo della Signoria, to prison. And my mother, my sister. Ezio. Claudia. Are you all right? Yes, but mother... She's in shock. They... When she resisted... It's not safe here. Is there some place you can take them? Yes, yes! To my sisters. Good. Do that. In the meantime, I'll go see my father. Be careful, Messer Ezio. The guards were looking for you as well. Okay. Dat is niet best. Bias klon. Probeer de cel van Giovanni te bereiken bovenin het Palazzo della Signoria. En ontdek waarom hij gevangen genomen is. Wat ik wel knap vind van deze game. Dat ze opeens weten, oh ja, hij zit daar bovenin. Oh, god, nu heb ik hem afgewezen. Nu heb ik hem afgewezen. Dat wil ik niet. Ik wou hem gewoon accepteren. Klikte ik de verkeerde knop in. Nou, let's do this again dan. Of kan ik dit doorspoelen? Kan ik dit doorspoelen? Vader? Nee, ik kan dit niet doorspoelen. Federico. Nou, ik weet dat zij komt. Hoppakee. Oh, Serezio. Thank God. What happened? Where is everyone? They took your father and brother to the Palazzo della Signoria. To prison. And my mother. My sister. Ezio. Claudia. Are you all right? Yes, but mother... She's in shock. They... When she resisted. It's not safe here. Is there some place you can take them? Yes. Yes. To my sisters. Good. Do that. In the meantime, I'll go see my father. Be careful, Messer Ezio. The guards were looking for you as well. Okay, en deze keer het goede knopje. Goed zo. Eindelijk, ik weet waar het goede knopje zit. Waarom heb ik de laatste tijd problemen met knopjes? Ik dacht dat die periode voorbij was. Beklim de toren van het paleis. Oké. Beruchtheid. Als je berucht bent, vinden wachten ze je verdacht en reageren ze op acties. Of op opvallende aanwezigheden. Dat had je al een keer uitgelegd, game. De game begint een beetje zichzelf te herhalen. Net zoals ik. Ik herhaal me ook heel vaak. Maar jongens, sorry voor dat jullie opeens twee keer dat filmpje moesten zien. Maar ik heb wel ontdekt dat ik de eerste keer dus niet dat ding dodgede. Maar de tweede keer wel, dus ja. En ik denk ook niet echt dat het echt heel belangrijk is, die quick events, met die knopjes. Maar ik vind ze wel leuk om ze goed te halen. Dus ze moeten meer dan genoeg snel zijn. Maar hoe moet ik nou precies heel snel weten wat het goede knopje is? Ze tellen me een knopje en dan moet ik precies in die 1 seconde dat weten? Zo ben ik niet hoor. Ik heb altijd wel een minuutje of... ik heb altijd wel een paar secondes nodig om te realiseren van... Oh, dat plaatje, dat hoort bij dat knopje, dus ik moet dat knopje na gaan klikken. En niet zo van... Oh, ja, ik moet een knopje in klikken. Oh ja, dat. Oh ja, dat plaatje, bam. Kijk, zo ver is het nog niet. Misschien later in de game. Ik denk trouwens van wel. Als ik meer die plaatjes onder de knie heb, maar nog niet meteen. Eventjes omhoog. Oh, staat er in bewaker. Verboden gebied. Oké. Kom maar. Hoppakee. Breekbare voorwerpen. Gooi je vijand tegen een breekbaar voorwerp aan om hem te doden.
Dus een beetje net zoals in marktkraampjes van Assassin's Creed 1. Oké, hier zitten nog meer bewakers. Ik ga ze zoveel mogelijk proberen te dodgen. Hoppakee. Oeh, omhoog Ezio. Omhoog, opzij, opzij, opzij. Oeh, net. Oké, en nu omhoog. Ezio, omhoog, omhoog. Oh, daar is het al. Hey gozer, ik ben daar. Ezio. Vader, what's happened? Took a bit of a beating, but I'm all right. What of your mother and sister? Safe now. Aneta took them. Yes. Wait. You knew this would happen? Not the way it did, and not this soon. Doesn't matter now. What do you mean? Explain. There's no time. Listen closely. Return to the house. In my office is a hidden door. Use your talent to find it. Beyond lies a chest. Take everything you find inside. Much of it may seem strange to you, but all of it is important. Do you understand? Yes. Good. Among the contents is a letter, and with it some documents. I need you to take these documents to Mr. Roberto. He was with me in the office this morning. The Gonfalonieri, I remember. Now please, tell me what's happening. Are the Pazzi behind this? There was a note for you at the pit. It said, go, Ezio. Go now. Okay. Dan gaan we even die geheime kist pakken. Of ja, die geheime deur. Niet die geheime kist. Tenminste, ik neem aan dat een kist daar staat. Maar dan gaan we even die geheime deur pakken. Of zijn er nog meer zijmissies unlocked? Kijk, ik blijf steeds kijken, hè. Want ik vind zijmissies echt heel erg leuk. Oké. Nou, gaan we even vechten. Ja, I send you to your sleep. Goed bezig. Kom maar. En jij wil ook gaan slapen. Goed zo. En jij wil ook gaan slapen. En wel rusten. En dan zijn er nog meer. Willen jullie ook gaan slapen? Oké, wel rusten. Oh, jij gaat opeens staan. En sla maar, jongens. Sla maar. Oeh, net iets te laat gereageerd. Oké, en wel rusten. Wel rusten, gozer. Slaap wel. En jij bent een pussy natuurlijk, hè. Haal die laatste gozer zijn pussies. Die gozer zijn gewoon veel te bang voor mij. Daar wil ik helemaal niks toe. Ik sla je alleen maar in elkaar, omdat jij mij in elkaar wilt slaan. Dat is toch een eerlijke deal? Jij wil mij in elkaar slaan, dus ik sla jou in elkaar. Oeh, bijna dood. Goed bezig. Ezio, goed bezig. Wie springt er dan ook in één keer over een dak heen? Ezio. Ezio doet dat. Oké, in ieder geval... Oh, een touwtje. Mooi, hier kunnen we overheen. En dan zijn we er alweer bijna. Maar moet ik niet van het dak af flikkeren, want dan hebben we een probleem. Oké, in ieder geval... Hier is het. Oké, dan gaan we rustig naar beneden nu. Of wil dit ook? Ja, dit wil ook. Oké. En... We zijn er. Dus gaan we naar binnen. Erfstuk. Vind het document. Documenten van Giovanni en brengen ze naar Umberto Alberti. Is helemaal goed. Vind de verborgen kamer. Father said there was a door here. Oh, wacht even. Arend zoog, tuurlijk. Waar? Daar. Daar. Oh. Is dat hem? Nee, dat is de buitendeur. Waar is die dan? Is dat hem? Dat zou kunnen. Dit voor interactie. Holy damn. Dat wil ik ook. In één keer zo'n hele geheime kamer. Er liggen heel veel papiertjes hier. Wat is het goede document dan? Oh, diegene hier in de kist. Tuurlijk. Ziet er goed uit. To bring this to Messer Roberto. Oké, nou dan gaan we dat doen. Maar Ezio, je ziet er echt veel beter uit. En wat staat er in deze brief?
heeft verzegeld. God, nog steeds kun weg. Oké, maar Ezio ziet er echt veel beter uit in zo'n assassin pakje. Wapens kiezen. Hebben jullie ook wapens? Oh, leuk. We hebben een zwaard. Hebben we ook nog meer of... ben ik op zich best wel benieuwd naar. Oké, hebben we meer of... Nee, sommige dingen zijn ook een beetje grijs gekleurd. Dus we hebben alleen een zwaard. Oké. Nou, pak dat zwaard dan even. Traditore! Oh, hey, god. What with the swords? Aren't you supposed to arrest me? No. Oké, kom maar. For you to die. Nou, dan mag jij je doen. It's not going to happen. So why don't we explore other options? Al gedaan, Ezio. Al gedaan, we hebben al een andere oplossing. Wat is dan... Oh, dat is zwaard. 3 is zwaard en 4 is vuist. Oké, hou het zwaard er maar bij. Dat is handiger. En als er nog meer komen, dat zwaard is nog flink scherp hoor voor jullie. Dus probeer maar. Ik vind het alleen maar leuk. Ik vind het alleen maar leuk dat we vanaf nu een zwaard hebben. Maar ik vond de vuisten net zo cool. Ik vond die vuisten echt net zo cool. Maar ja, ik kan niet tegen gozers met zwaarden op. Met alleen maar vuisten. Daar heb ik ook echt een zwaard nodig. Als gozers met zwaarden aankomen, heb ik echt een zwaard nodig. Dan kan ik niet met vuisten vechten. Jammer genoeg. In ieder geval, naar beneden. Hop, en... Hop, lekker rollen. En die kant op. Oh, er zitten gozers achter me aan. Waar? Oh, daar. Hey, gozer. Kom maar. Wie valt er me... Ja, goed zo. En nu jij. Heel mooi. Ja, wel. Nou ja, dat is niet eens wel trust. Dat is gewoon veel plezier. Kijk, als je mensen knock-out slaat, ja, dan is wel trusten. Dan liggen ze bewusteloos. Maar dit is niet bewusteloos slaan. Dit is doden. En alleen slechte mensen mag je doden, jongens. Dat heb ik jullie de vorige keer ook al verteld. Maar oké, in ieder geval, we zijn er. En let's give this letter. Ezio Auditore? What are you doing here at this hour? I don't... Wait, child. Take a breath. Collect your thoughts. My father and brothers have been imprisoned. I was told to bring you this. I see now. It's a misunderstanding, Ezio. I'll clear everything up. How? The documents you've given me contain evidence of a conspiracy against your family and against the city. I'll present these papers at their hearing in the morning, and they'll be released. Thank you, Signore. Of course, my child. Do you need a place to stay? You're more than welcome here. No, grazie. I'll meet you at the piazza. Don't worry, Ezio. Everything is going to be fine. Oké. Fijn dat er nog mensen zijn waarop ik kan rekenen. 100 Florlijnen. Gekregen. Erfstuk. Gesynchroniseerd. Sluipmoordenaarskleren. Bemag. Nee. Dat meen je. Gebroken verborgen mes bemachtigd. Ja, daar hebben we ook veel aan als die gebroken is. Codexpagina bemachtigd. Nou, nog eentje. Dat is leuk. Nu hebben we 2. Dus ik denk dat het nog steeds extra informatie is. Daarom ook dat we dit bovenste ding niet kunnen pakken. En dat rechter ding. Waarschijnlijk is het gebroken mes. Maar ja, die is kapot. Dus, oh ja, stop mij weer weg, Ezio. Maar kijk eens. Dan gaan we de volgende keer die hoofdmissie doen van daar. En ik denk dat dat ding op het plein is. En dat we dan... zien dat onze familie wordt vrijgelaten door meneer Uberto. Want echt, dit is echt een misverstand. Mijn familie heeft niks gedaan, ik heb alles gedaan. En ik heb ook nog bijna niks gedaan. Dus ja, in ieder geval, kijk eens, met dat gezegd, dan valt er nog maar 1 zeggen. En dat is, kijk eens, even duimpje omhoog, help je mij mee, help het kanaal mee. De volgende keer gaan we op weg naar het plein. Maar dat zien jullie de volgende keer, want voor nu ga ik zeggen, doei!